Cambuur bij Leeuw Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur, Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening, Energieinspectie Friesland, verduurzaamd vastgoed en Bier en Ballen voor ondernemers die met de factor fund zaken doen met elkaar. Trotse supporters van SC Cambuur. Trainer Henk de Jong, morgen naar de dijk, Volendam. Voor de supporters is dit een heel bijzonder en speciaal uitje altijd. Hoe geldt dat voor jou als trainer? Ja, mooi. Maar ik heb iedere wedstrijd is voor mij gelijk tegen wie we ook spelen. Maar Volendam is altijd wel leuk. Hè? En ik weet ook dat onze supporters dat leuk vinden. Maar ja, voor mij is het gewoon een wedstrijd waar we de 3 punten moeten halen. Linksom, rechtsom. Ja. Nou hebben we natuurlijk maandag een wedstrijd gehad tegen Jong PSV. Het was een nipte overwinning, maar wel een heel lekker gevoel denk ik na afloop, of niet? Nou, als je de kansen bekijkt de eerste helft, dan moet je gewoon 3-4-0 voorstaan. Dus op basis daarvan is terecht. Ik moet zeggen, Jong PSV is natuurlijk een team vol talenten, 19, 20-jarigen. En ja, dat weet je ondertussen ook bij Ajax en ook bij PSV dat het heel snel kan gaan. Hè? Dat zulke jongens in een seizoen gaan groeien en dat het gewoon goede teams zijn. Gewoon gewonnen met 10 man. Ja, en wat neem je nou nog mee uit die wedstrijd? Dat je uiteindelijk overeind blijft met die 10 man, is dat misschien het belangrijkste? Ja, zeker. Dat we ook niet altijd... Kijk, het is niet altijd goed voetballen. Hè? Dus het zal ook... dat weet je zeker uit. Thuis proberen we het altijd en dan lukt het vaak makkelijker dan uit. Maar het gaat ook om gewoon wedstrijden winnen. En dat hebben we wel daaruit gehaald. Ja, nou gaan we naar Volendam. Dat is natuurlijk ook oud-bekende Sipke Hulshof. Zij zullen ons door en door kennen natuurlijk. Is dat een voordeel of een nadeel? Ja, maar ik vind Sipke, ik ken Sipke al 25, 30 jaar. Die speelde vroeger bij mij bij Drachtse Boys. En dat vind ik hartstikke mooi dat we tegenspelen. Maar voor de rest maakt me niks uit wat Sipke ervan vindt of een ander. Nee. Het gaat om wat we zelf doen. En voor de rest is er gewoon respect over en weer. Hè. Ook voor Wim Jong heeft ook een geweldig voetbalidee. Beide jongens kennen elkaar van de cursus. Heb ik wel eens met Sipke gehad. Nou, dat klikt gewoon en dat vind ik mooi. Dat gun ik Sipke van harte. Ja. Maar ook verder over ons, ja, dat maakt me niks uit. Maar je verwacht niet dat zij zich zullen aanpassen aan ons? Nee, verwacht ik niet. Ik denk dat zij ook hun eigen spel zullen spelen. En, ja, waarom zou je aanpassen in de keukenkampioendivisie? Aanpassen aan een tegenstander? Ja, we staan beide, proberen zo hoog mogelijk te eindigen, maar meer is het ook niet. Hè? Ja, toch zijn het wel ploegen die ook een vergelijkbare voetbalstijl hebben, denk ik. Het kan dus best wel een lastige wedstrijd worden daar in Volendam. Elke uitwedstrijd wordt lastig. Ja, er is niet een ploeg, en daar hoor ik wel, uit wordt er maar vanuit gaan dat je zomaar alles wint. Kijk, wij hebben hier een thuisvoordeel. Maar als we uitspelen, heeft de tegenpartij een thuisvoordeel. Hè? Dus daar geldt precies hetzelfde voor. Dus elke wedstrijd uit is gewoon lastig. Thuis ook, dat snap ik wel. Dat gaat vaak wat makkelijker. Je hebt je eigen publiek erachter staan. Iedere uitwedstrijd is lastig. Tot het moment dat je een 3-4-0 voorsprong hebt. Maar dat is niet zomaar. Maar toch is het bijna een thuiswedstrijd, want het is gewoon een vol huis van onze kant daar. Het leeft ontzettend bij de supporters. Dat weet ik al jaren. Hè. Op de periode dat ik hiervoor was, weet ik dat. Ja, mooi, maar dat past bij elkaar, die clubs volgens mij. En die hebben een goede band met elkaar. Onze supporters, dat heb ik wel weer zin aan morgen. Dat vind ik wel mooi. Ja. En stel je wint, Henk, dan kan het zomaar eens vol zitten hier volgende week. Ja, niet te snel vooruitlopen. Hè? Maar ik ga altijd uit van een overwinning, dus dat doe ik nu ook. En dan zien we het wel morgenavond. Want ik vind als trainer moet je altijd uitgaan van winst. En niet van gelijk spelen of misschien wordt het moeilijk. Ja, misschien wordt het moeilijk. Maar 3 punten zijn heilig, heb je van de week gezien. Ja. Daar gaan we voor en dan zullen onze supporters blij zijn. Ja, nou nog kort even over de training van vandaag. We zagen Antonia en Smit weer op het veld trainen. Komen ze er weer aan? Ja, die jongens komen eraan. Daar ben ik zo blij aan, dat gun ik ze zo. Goede gasten, passen goed bij de jongens, bij de groep. Maar het niveau wordt alleen maar weer beter. En dan gaan de rest, iedereen gaat erin mee. Hè. Het wordt steeds beter. Nou ja, daar hebben we allemaal profijt van. En ik ben blij dat ze er weer bij zijn.